Welkom allemaal op deze ADM-sessie. En zoals Ingrid zei, ik ben ook bestuurder bij ADM. En heel blij eigenlijk en heel fier om Luc Verbiest te mogen aankondigen. Luc is de Global CIO voor de Greenyard Foods Group. Nu, mijn naam is Michel Verwaarde. Ik leid de Belgisch-Luxemburgse entiteit voor GTT Communications. We zijn een Amerikaans bedrijf. En dan zeggen wij graag, we connect people to any organization in the world and to any application in the cloud. Dat is hoe dat wij het graag uitdrukken. Nu, Luc en ik hebben eigenlijk, onze paden hebben zich al een paar keer gekruist in onze, toch al, als je naar mijn grijze haren kijkt, langere carrière. En in dat opzicht, of als bewijs daarvan, wij hebben op LinkedIn 166 shared connections. Ben ik even daarnet gaan opzoeken, Luc, voor de zekerheid. Wat effectief wil zeggen dat we elkaar al wel in een of ander netwerk zijn tegengekomen en dat we daar ook af en toe dezelfde mensen tegenkomen. Nu, Luc is al jaren of jaar en dag eigenlijk ICT-organisaties aan het leiden. En hij heeft dat ook gedaan in verschillende sectoren. We hebben ook Luc gekend, die heeft moeten omgaan met abrupte business disruptie. Onder andere in de mediasector, die we allen als een van de eerste ontzettend hard getroffen sectoren hebben gezien met betrekking tot disruption. Luc heeft ook al ontzettend veel transformational changes uiteindelijk in organisaties binnengebracht en dat ook in meerdere sectoren. En op die manier kan ik eigenlijk zeggen dat ik Luc gezien heb als een, zoals ze zo mooi zeggen, een seasoned leader, die zeer sterk ook people-oriented is. Wat we als GTT hebben mogen ervaren, ook een ontzettend gedreven en experienced negotiator is. En Luc heeft zeer veel ervaringen met transformaties en begrijpt ook vaak steeds waar hij mee bezig is. En daarmee bedoel ik, ondanks dat hij in verschillende sectoren acteert, neemt hij zich de moeite om goed te begrijpen waar de business mee bezig is en eigenlijk vanuit die optiek te gaan vertrekken om transformatie te gaan aansturen. En daarom zijn wij ook met GTT ontzettend blij dat wij mogen meewerken aan de Greenyard Story, die eigenlijk een of ik zal het anders zeggen, waar we een enabling platform leveren als een startschot voor toch een ontzettend grote transformatie binnen de Greenyard Group. Maar Luc, ik ga dat verhaal aan jou overlaten, dus bij deze, Luc, aan jou. Oké. Dank je, Michel, voor de inleiding en al die lopende woorden. Ik ga dat proberen ook allemaal waar te maken tijdens de presentatie. En die zou nu op jullie scherm moeten zien. Even bevestigen dat dat ook zo is. Dan ben ik zeker dat jullie allemaal zien wat er moet gezien worden. Ja. Ja? Oké, fantastisch. Ik ga beginnen toch wel met even een disclaimer, omdat ik vandaag de dag voor een beursgenoteerd bedrijf ben. En werk, en ik zou niet graag hebben dat jullie deze avond, dat gaan we niet meer, want de beurs is gesloten, maar morgen vroeg allemaal aandelen beginnen te kopen of te verkopen. Dus ik ga af en toe, als je echt een vraag stelt die te diep ingaat en te gevoelig is, zal ik zeggen, sorry, kan ik echt niet op antwoorden. En de presentatie die ik ga geven is ook, zoals Michel ook al aangaf, gebaseerd op een aantal sectoren. Niet alleen de food and beverage, uiteraard ook. Maar als je een aantal sectoren, ik heb in media, ik heb in service gewerkt, finance, service, manufacturing en zo verder, ja, dan heb je toch wel een heel, heel breed gamma. En zie je toch overal wel een aantal gemeenschappelijke zaken optreden. Dit is vooral gebaseerd, deze presentatie, op multinationale groepen met headquarters in Europa. Ik heb een tijd voor IBM gewerkt, met een headquarter in de US. En dan weet je ook hoeveel lagen diep dat je in de organisatie zit. En kun je niet veel betekenen als klein en belg daar. Dus, maar dit is allemaal gebaseerd op multinationals. Greenyard, voor de mensen die het bedrijf niet kennen, we hebben helaas de voorbije jaren genoeg in de krant geweest, niet altijd in positieve zin, dat is gelukkig aan het beteren. Maar we zijn eigenlijk in de foodindustrie bezig, groenten en fruit, waar we eigenlijk drie grote divisies hebben. De fresh divisie, dat zijn verse groenten en fruit. Dan hebben we wat we noemen long fresh, dus lange termijn fresh. Dat kan zowel frozen zijn, diepgevrozen, als prepared, dat zijn bokaaltjes en blikjes. Het is een vrij grote groep, 4,1
een miljard omzet in de jaren 1920, ons werd een gesplit boekjaar bij ons, met op dit ogenblik een winst van ongeveer een kleine 96 miljoen. Dus je ziet dat onze winstratio's zijn niet heel groot zijn, die zijn aan de sector waarin we werken. Wij voeren groenten en fruit in van over heel de wereld, maar voornamelijk Europa en de US. We zijn nummer 2 in Europa, we zijn in fresh, we zijn nummer 2 in frozen. Als je over preserved dat gaat en over prepared en frozen, zijn er nummer 5 in mushrooms. Dat is eigenlijk Hein de Prez en onze grootste aandeelhouder en ook co-CEO. Dat zijn waar die zijn roots zitten. Daar zijn we nummer 1 in en dat zullen we nog lange tijd zijn. Dus zeer grote omzet. Er was aangekondigd in de pers zal dat dit jaar nog beter zijn, omdat we een van de weinige bedrijven zijn waarvan de COVID-pandemie eigenlijk ons wat wind in de zeilen geeft, omdat de mensen hun eigen potje moeten koken. Er zijn nog andere effecten uiteraard ook, maar dat speelt zeker een rol. Als we over transformatie praten, dan zijn er gewoonlijk een aantal events. Die kunnen intern zijn, dat kunnen ook externe events zijn. Dat kan een risico zijn, een bedreiging, ook een mogelijkheid. Die eigenlijk potentieel een zeer grote impact hebben op het bedrijf. Dat is een beetje wat je eigenlijk als common denominator ziet. Het kan zijn dat de resultaten van het bedrijf in de verkeerde richting gingen. Dat is wat we bij Greenyard hadden, dat is geweten. Het kan ook zijn dat we zeggen, we willen eigenlijk economy of scale potentieel hebben. We kunnen ook zijn, we willen een nieuwe markt of andere methodes om de markt te gaan benaderen gaan doen. En ik denk hier bijvoorbeeld media, dat is een mooi voorbeeld, omdat de jonge mensen lezen geen papieren kranten meer. We kunnen ook zeggen, we willen onze productportfolio diversifieren. Komt een nieuwe competitor in de markt of, en dat is ook al gebeurd, dat er bij de tijd was dat zeer, zeer opvallend, dat de wetgeving veranderde van vandaag op morgen. En beursgenoteerde bedrijven die hun aandeelhouders, of ook andere bedrijven die hun aandeelhoudersvergadering moeten organiseren, moesten dat in kranten publiceren. Dat was een wet. In de jaren begin 2000 is die wet afgeschaft. Nu, dat lijkt een banaliteit te zijn, maar voor de tijd was er van de ene dag op de andere 6 miljoen euro omzet die weg was op een omzet van 60 miljoen. Ik kan u garanderen, we hebben toen met een tijd een serieus plan gemaakt van hoe gaan we dat omzetverlies gaan opvangen. Dat doen we nu. In veel gevallen, heb ik al gemerkt, zijn het eigenlijk externe parameters of externe pressures of druk die eigenlijk maken dat het management wel moet ageren. En een voorbeeld was het Algemeen Dagblad in Nederland. We hebben dat in begin juni overgenomen. Hadden wij dat niet overgenomen, hadden zij eind juni de boeken moeten neerleggen. Dus het management stond echt met de rug tegen de muur. Ja, en dan heb je geen andere mogelijkheid dan echt aan de transformatie te beginnen. In ons geval was het een overname en wij de zaak getransformeerd. Maar ze hadden het zelf zien aankomen. Het is zo'n beetje die kikker in een pot met water. Als je die opzet, die blijft gewoon zitten. Hè? En die gaat een muur sterft, die kikker. Als je maar ingooit, springt hij maar uit als het water kookt. Dus het is een beetje dikwijls toch wel wat inertie bij het management. Het zal wel goed komen. Als je met zo'n situatie geconfronteerd wordt, aan de voorgaande, dan gaan we kijken, oh, wat is eigenlijk het probleem? Hoe gaan we dat nu gaan aanpakken? En er komt eigenlijk een bepaalde studie die je moet gaan doen. En dat is voor het bestaande management dikwijls geen evidentie om zo'n studie te kunnen doen unbiased. Die mensen zijn al lang genoeg aan boord tezamen, hebben ook een gewoonte aangenomen, zijn ook gewoon geraakt aan bepaalde zaken. Dat is niet evident. In groepen van mensen die samenwerken krijg je zo'n soort groepconfirmatie-effect in psychologie. Dat wordt niet hardop gezegd, maar het is wel zo. Het is de realiteit. Je wilt dan niet een nestbevuiler zijn. Als je zo'n transformatie en dan de problemen onderzoekt, zou het wel eens kunnen zijn dat whatever dat je ontdekt ook impact heeft op jou als persoon, als manager. Ook niet altijd evident. En ik heb ook al boards meegemaakt waar je eigenlijk het niet gedaan was om kritiek te spuien. Iedereen in zijn eigen hoekje. En als er iemand een andere mening toegedaan was, werd dat eigenlijk vakkundig af van tafel geveegd. En ook de meeste bedrijven hebben gewoon geen ervaring met zijn studies. Dus in die fase wordt er heel dikwijls beroep gedaan op externe consultants. Dat is wat ik eigenlijk de laatste jaren aan het doen ben. Bij alle bedrijven waar ik de laatste 5 jaar gewerkt heb, hadden wel een probleem van enige aard. Die consultants, als je het tenminste goed zoekt, die hebben ervaring met zijn studies, weten hoe dat gaat. Die hebben ook een veel, veel breder zicht en een kijk op wat er in andere industrieën gebeurt, soms in dezelfde, maar ook in andere industrieën. Die hebben ook een aantal technieken en methodologieën aan boord die ze gewoonlijk vrij goed kennen. Die zijn unbiased en dat is belangrijk dat we als consultant unbiased zijn, want ik heb al een paar keer dat bedrijf mij aangezocht hebben om eigenlijk daarna te vertellen wat dat de CEO te vertellen had. Zeg, ja, dan pas ik.
Als je een studie wilt, dan wil ik die studie doen en zal ik die wel brengen, maar ik ga niet op voorhand iets nakouwen wat iemand mij voorgekouwd heeft. En belangrijk is ook dat je de communicatie schildert en de, wat ik noem dan organizational sensitivity, dat is eigenlijk het aanvoelen hoe een bedrijf in elkaar zit. Dat is erg, erg belangrijk als je zo'n studie zoekt. Hoe krijg je de juiste informatie boven water, ook al wil men dat niet altijd lossen, of men is men daar wat beschaamd voor, of durft men niet goed in. En tegelijkertijd in de loop van zo'n studie, hoe creëer je een buy-in voor het plan? Want in het begin kent het bedrijf niet, maar als je een aantal interviews gedaan hebt, begint slikken aan dat toch wel wat te dagen en gaat ook al wat mogelijke pistes aftoetsen. Zodanig, en ik heb het al meegemaakt, dat je op een duur je eindpresentatie geeft, dat iedereen zegt van ja, dat is toch logisch dat we dat moeten doen, wat komt die man nu vertellen? En wel, als ze dat zeggen tegen mij, dan is de job goed gedaan. Want dan heb je niet alleen goed nagedacht, maar ook heb je een buy-in gecreëerd. Als je naar zo'n transformatie kijkt, kijken we altijd naar IT en naar de processen. Die zijn zeer sterk interwoven, je kunt ze bijna niet uit elkaar halen. En als je bijvoorbeeld op Operational Excellence wilt gaan werken, ja, dan is IT bijna altijd een deel van ofwel het probleem, ofwel mee van de oplossing. Er zijn heel veel bedrijven dat in België zeker, nog niet verstaan, dat die twee vermengd zijn. En die eigenlijk een hele enge kijk hebben op IT. En een hele goede parameter om dat te bekijken of te analyseren, is hoeveel dat er gespendeerd wordt aan IT, in vergelijking met collega-bedrijven in dezelfde sector. En Gartner en Deloitte, die, nou, andere bedrijven trouwens ook, die publiceren regelmatig ratio's van de ICT-spend versus de turnover. Hè, dat is een percentage dat bekend is. En als je daar in plus of min 20% van afwijkt, dan heb je een serieus probleem. Dan is er in dat, ofwel geven ze veel te veel geld uit, dat kan ook, maar dat komt dezelfde tegen, maar het gebeurt ook. Ofwel geef je veel te weinig geld uit. Ik heb hier de cijfers van Deloitte, ik heb bewust een cijfer van 16-17 genomen, omdat ik Deloitte de kans wil geven om de cijfers van 1920 en 2021 nog te verkopen en te komen vermelden. Dus nu heel veel veranderen, doen die niet. En dat percentage is enorm afhankelijk van de sector in welke je werkt. Ik heb mezelf in media gezeten, dus het inderdaad, we zaten eerder heel steden 5%. Als je in manufacturing gaat kijken, construction, cementfabrieken, bouwbedrijven, die zitten zeer heel laag. Dit is En het is heel goed dat men hier het onderscheid trouwens maakt tussen wat we noemen business operations, incremental business change en dan business innovation. Omdat je gaat zien dat dat van sector tot sector enorm verschillend is. Bijvoorbeeld banken, ja, die investeren behoorlijk veel in business innovation verhoudingsgewijs. En dat moet ook. Bij de consumer business en retail zit het normaal rond de 2,04. Wanneer je het een beetje meer gewogen gaat rekenen, zou Greenyard ongeveer rond de 1,5 moeten zitten van zijn spend. Of van een omzet, dat wil zeggen dat wij normaal zoiets rond de 65 miljoen zouden moeten uitgeven aan IT. Willen we op de average zitten? Dat wil niet zeggen dat we dat per se moeten doen. Dus maar zoals ik al zei, zit dat te sterk af, dan heb je wel degelijk een probleem. En om een voorbeeld te geven van elke goed gespendeerde euro, dat is wel belangrijk, wel spend in IT, geeft een return van ongeveer een 5 euro per euro die gespendeerd. En ik ga je het voorbeeld nemen van de PCM-groep in Nederland, die we ooit hebben overgenomen, als we bij de persgroep werkten. Daar hebben we voor de integratie, ICT-integratie en standaardisatie van het volledige bedrijf, we praten over een bedrijf van 3000 man, 15 miljoen uitgegeven om dat volledig te doen. Het resultaat was het jaar nadien, wat het ongeveer een anderhalf jaar heeft overgenomen, maar we hadden de resultaten al sneller, hebben we daar een turnover, dus een winst kunnen maken van 80 miljoen. Dat bedrijf draaide een klein verlies wanneer we hebben overgenomen, bijna break-even, maar klein verlies. En het jaar nadien draaide die man een 80 miljoen euro winst. Daarvan zat in die 80 miljoen, als je die gaat opsplitsen, zat er 20 miljoen in IT. Dus we zijn erin geslaagd de IT-kosten in het bedrijf met 20 miljoen naar beneden te halen. De overige 60 miljoen zat volledig in de business. Om een voorbeeld van te geven, die hadden een callcenter van 145 man. Die wanneer een abonnee zijn klant niet ontving, dat we dat konden nazuren en zo verder, een vrij groot bedrijf. Als wij onze oefening gedaan hadden, zat daar nog 45 man. Dus we hebben 100 mensen uitgespaard, alleen al in een callcenter. En zo kan ik voorbeelden opnoemen in distributie, in redactie en zo verder allemaal. Dus goede systemen, die met heel goed gedesigneerde processen, gaan inderdaad leiden tot een efficiënte organisatie. En in dit geval tot wel significante besparingen in het IT-gebeuren. Die cijfers komen trouwens niet van mij, die komen van de CFO van de persgroep, die de berekening gedaan heeft post factum om te kijken waar hebben we dat geld in godsnaam allemaal gevonden. Wanneer ik zo'n studies maak van groepen, dan maak ik gewoonlijk gebruik van een model
dat niet van mij komt, maar dat komt van de professor van het MIT, dat is professor Peter Weil, die eigenlijk in een business language een aantal assen heeft gedefinieerd om te bepalen hoe moet men bedrijf organiseren, hoe willen we opereren, en automatisch ook wat is de impact van hoe ik wil opereren op mijn IT-situatie, hoe dat ik dat best ga doen. En die verschillende modellen, dat zijn een bedrijf volgens 4 assen, die gaan enorm helpen om je organisatie, je informatie en datastreams en je IT-landschap om dat te gaan architectureren. Ik ga het model kort uitleggen, maar niet de volgende slide. Ik heb eraan toegevoegd omdat het een interessante lectuur kan zijn, maar die ga ik niet toelichten, want dat duurt het veel te lang. Maar eigenlijk gaat hij naar 2 assen kijken. Ten eerste, mijn businessproces standaardisatie, de onderste as. Kan ik mijn businessprocessen? En ten tweede, wil ik mijn businessprocessen, zoals dat kan, wil ik die standaardiseren, ja of nee? Bijvoorbeeld in mediabedrijven, wij standaardiseren bij de persgroep alle processen, want of je nu een kwaliteitskrant maakt of een heel populaire krant, het proces om die krant te maken is anders. De inhoud uiteraard is gans verschillend, maar het proces zelf is erg gelijkend. Dus in sommige gevallen gaat dat niet. Als je een 3M bent, die zowel kopjes maakt als tapes, als whatever, ja, dan kun je die businessprocessen niet standaardiseren, want die zijn te verschillend. En dan tweede als iets, wil ik mijn businessprocessen integreren? En wat bedoelen we integreren? Integreren bedoelen we eigenlijk, hebben er belang bij dat de informatie in één van de units van die multinational ook bekend is in een andere unit. En om een heel eenvoudig voorbeeld te geven, ik ben Toyota, ik maak en verkoop wagens, maar ik heb ook een insurance company en ik heb een leasing company. Dus het kan interessant zijn dat wanneer je een wagen koopt, dat eigenlijk die lead doorgegeven wordt naar een van de andere bedrijven binnen de groep die er eventueel ook mee aan de slag kan. Nu, die 2 beslissingen, of die 2 assen, zowel de X-as als de Y-as, dat heeft niks met IT te maken. Dat zijn eigenlijk de business die wil beslissen of moet beslissen van wat wil ik doen. En er is daar geen goed of slecht in. Hè? Dat is ook duidelijk. Het is niet dat je per se allemaal bovenaan, like bij Gartner, in dat rechterboven kwadraat moet zitten. Hè? In sommige gevallen is dat zelfs compleet idioot van daar per se te willen gaan zitten. Nee, het zijn beslissingen die de business neemt. Standaardiseren we, kunnen we en willen we het. 2, hebben er belang bij om zaken te informeren. Maar eens dat je dat besluit hebt genomen, en dat is samen met management van de groep, ja, dan kom je in één van die kwadranten terecht, of met sommige delen van je bedrijf in een bepaalde kwadrant en sommige ergens anders, en heeft dat vergaande impact hoe dat je organiseert, zowel qua organisatie als qua IT. En ik heb dat hier, is dat toegelicht, dat ga dat skippen, maar dat is een oefening die ik in multinationals, de meeste bedrijven waar ik nu aan de slag mee geweest ben, zijn multinationals, die ik eigenlijk maak samen in dit geval de businessorganisatie, business management, en daar komt het woord IT, valt dat zelfs niet. Dat is op zich totaal onbelangrijk. Nu, als je zo'n oefening maakt en zo'n studie maakt, wat is eigenlijk het grote probleem? En daar zijn er wel een pak. En een van de zaken die ik het meest tegenkom, is de perceived uniqueness. Dus de zogezegde uniciteit van wat wij doen. Dat is dan dikwijls met hele kleine nuances die maken dat er verschillen zijn. Of ik heb het al ook meegemaakt, exceptions. Dat zijn van die mensen die in een bureau waren met heel veel schuifjes. En telkens als je iets zegt, gaan doen die je schuifje open en hoe gaat de daggeval behandelen? En hoe daar een dag. Als je dan vraagt hoe dikwijls komt dat voor op een week of op een maand, dan zijn dat dikwijls echt uitzonderingen. En de mensen hebben dan wel last om daar aan, want zij zijn toch uniek en hun processen zijn toch uniek. Een ander dat ik heel veel hoor is, ja, maar ons proces dat is onwaarschijnlijk complex. Echt, dat kun je niet automatiseren. Zoveel parameters komen daarbij kijken en zijn wij er allemaal. Dat heeft te maken met die business specialist die zijn prestige binnen het bedrijf haalt van het feit dat hij die taak nu doet. En dat is inderdaad complex en weinig andere mensen kunnen dat. En als je natuurlijk dat begint praten over het automatiseren van hun job, ja, dan vallen die mannen van hun stoeltje, van hun troon. Je demystifieert eigenlijk de functie. En dan zijn wij aan het meemaken wat dat in de tijd de blue collars meemaakten, wat we geautomatiseerd hadden, dat kon niet. Dat zijn we nu aan het meemaken met de white collars. En ik heb dan voorbeelden, ik ga ze niet geven in de media, die shocking waren, waar een hoofdredacteur moest kiezen tussen pagina's volledig opgemaakt door een computer en door de mens. En zeggen, voilà, hier zijn er 50, duidt aan wie heeft wat opgemaakt. Ja, en ik kan u garanderen, dat was 50-50, hè. Ze zaten er echt niet op. Dus het is zelfs erger, en hoe meer complexiteit en hoe meer parameters in voort zijn, hoe beter de computer de job doet. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet aan de computer overlaten, dat is altijd nog een menselijke factor, maar niet onderschatten. En dan de leadership, of de lack of leadership, dus het leiderschap, of het gebrek eraan. En ik ga je een voorbeeld noemen van de Telegraaf.
waar eigenlijk de managing director een specialist was, eerder dan een general manager, een hoofdredacteur van de Telegraaf, een fantastische man, die had in 2000, rond de jaren 2000, een oplage van 800.000 exemplaren, om dat even in perspectief te zetten. De grootste krant van België was 300.000, dus het was echt een gigantisch grote krant. En die man hebben ze benoemd, als hoofdredacteur, tot algemeen directeur van dat bedrijf. De Telegraaf is dan op 10 jaar tijd 400.000 abonnees en lezers kwijtgeraakt in totaal. Dus en dat, uiteraard, de krantenbusiness ging toen naar beneden, maar absoluut niet in die mate. Dus dat was een fantastische hoofdredacteur, maar absoluut geen general manager. Want een general manager moet van alles en nog wat thuis zijn. En dat was die man niet. Dat was wel een goede hoofdredacteur, dat wel. En dan, ja, de struisvogelpolitiek. Je komt het heel, heel dikwijls tegen. Het probleem wordt gewoon ontkend. Er zijn altijd wel excuses. Het was dit en dat jaar was het dat en dan was het zus. Nu, mijn analyse is heel, heel simpel. Wanneer eigenlijk de targets die ze zich vooropstellen gedurende een serieuze periode niet gehaald worden, maanden aan een stuk, of misschien zelfs een aantal gevallen een jaar aan een stuk, dan heb je het probleem. Je moet dat niet ontkennen. En ik heb vroeger in een directiecomité's gezeten en een van de zinnen die wij daar regelmatig uitspraken was, face the brutal facts. Als het zo is, is het zo. En om een voorbeeld te noemen, de 9-11-historie, dat hadden we niemand dat te zien aankomen, dat gebeurde plotseling in media. Geen enkele advertentie meer, of nauwelijks, want de mensen kochten niet, er was te veel onzekerheid. Dat jaar heeft heel het bedrijf zich daar op de laatste 4 maanden zwaar aan aangepast. En hebben een van de beste cijfers gehaald en budget zelfs overtroffen qua winst. Ondanks het feit dat een omzet toch wel geweldig is gezakt. Dus als u dat overkomt, moet het niet ontkennen en ageert ernaar. Dus wat is van belang eigenlijk als je zo'n studie doet? Dat is strong leadership, hè? Excellente kennis van de processen. Want anders kun je al die zaken, like als perceived uniqueness, en onze processen zijn zodanig complex en zo, ja, dat kun je niet gaan, dat kun je niet counteren als je daar niet grondig in kent. En behoorlijk veel communicatie skills en ook empathic skills, dus het inlevingsvermogen en voelen wat er speelt, hoe dat dan loopt, willen ze een studie gaan doen. Dus het is niet zomaar evident. By far, het moeilijkste en het gevaarlijkste en het lastigste is eigenlijk de company culture. Ik ga hier die culture wars niet beginnen bespreken, dat kennen jullie allemaal. Maar ik heb eigenlijk twee extreme culturen, dat zijn de verschillende en tussenvormen ook, maar die ik heb meegemaakt in het doornemen van studies. Dat is eerst, ik noem dat het full integration model. Veel Amerikaanse bedrijven dat volgen. Met andere woorden, we pakken een bedrijf over, alles gaat eruit en we gaan groepstandaarden implementeren. Dat was ook het model dat de persgroep eigenlijk implementeerde. En dat is oké, dat is behoorlijk brutaal. Dan heb je twee randvoorwaarden. Ten eerste, je moet er zeker van zijn dat de manier waarop je het georganiseerd hebt, dat dat inderdaad best in klas is. En dat je ook een heel ervaren implementatieteam hebt om dat te gaan implementeren. De risico, dat is ook niet te onderschatten. Er is een heel grote kans dat er een conflict is in company culture. En als dat conflict er is en je drijft dat door, heb je een heel, heel hoog risico op churn. En ik kan daar het voorbeeld van CIMAT noemen, van als ik bij IBM werkte. CIMAT werd toen overgenomen door IBM. De CIMAT-cultuur en de IBM-cultuur waren een beetje de twee uitersten, zou ik durven zeggen. En 2 jaar nadat CIMAT was overgenomen, was 80% van het personeel daar weg. Er zijn een paar mooie bedrijven onder ontstaan. Inno.com onder andere is toen ontstaan, en een paar andere bedrijven ook. Maar dus dan riskeerde een lege doos te komen, dus te kopen. Dus het is een hele harde manier om werken, maar er zijn toch wel wat risico's aan verbonden. En dat is ook iets dat je moet in rekening mee brengen. En het andere, het uiterste model aan de andere kant is het portfolio model. We hebben een hoop van bedrijven, we kopen die en we laten die bedrijven gewoon werken. Vanuit het idee, als elk bedrijf zijn job goed doet, dan is totaal ook goed. Maar is daar de focus? Ja, dat wordt voornamelijk gestandardiseerd op het niveau van reporting naar HQ. En dat is het. Dat is een clear set van reporting. En voornamelijk, hoe kan ik de gegevens en extraheren uit de verschillende lokale systemen. Wat die bedrijven uiteraard niet doen is, ja, die gaan niet voor het full potential dat er zit. Je gaat ook de groepsstrength niet gebruiken. En ook ze gegeven, daarom niet verkeerd. En er is ook geen beste of slechtste model. Je moet alleen goed beseffen, als je in dat kwadrant kiest, links onder en rechtsboven met procesintegratie versus processtandardisatie, dan moet je goed weten van, als ik een bepaald kwadrant kies, is een bepaalde company culture, of een model zoals ik daar beschrijf,
beter aangepast om in een bepaald kwadraat te zitten dan een ander model. Dus als je zegt, we willen absoluut linksonder of rechtsboven of wherever zitten, en uw company culture staat daar haaks op of supporteert dat niet echt, hou daar dan wel rekening mee. Want anders gaat een model uitwerken en ga je misschien wel langzamer die transitie moeten gaan doen, of ga je eerst moeten werken op een aantal andere aspecten, vooraleer dat je dat kunt gaan doorvoeren. En in een aantal gevallen is de company culture absoluut een deel van het probleem, en dikwijls is dat speelt. Je moet daar dus rekening mee houden, en je moet eigenlijk ook inbouwen hoe dat je die company culture gaat veranderen. En dat is niet evident. En je gaat er absolute support nodig hebben van shareholders, dus aandeelhouders en het topmanagement. Want een company culture begint aan de top. Dat begint niet van onder, dat begint aan de top. En ja, je mag het niet ontkennen, want je kunt misschien een fantastisch plan neerkennen. Ik heb het al in bepaalde bedrijven gedaan. Eigenlijk zouden we dat en dat en dat moeten doen, maar het bedrijf is er niet rijp voor. Je hebt ooit een fantastisch Belgisch bedrijf, BMT, ook een studie gedaan rond IT, wat we zouden kunnen doen. Dat was een heel, heel goede studie. Maar samen met het team daar, we zeiden, oké, daar zouden we naartoe moeten gaan, maar we zijn daar nog niet rijp voor. En dat klopte ook. Dat was ook mijn advies. Dat zouden we moeten gaan doen, maar ga eerst daar en daar en daar moeten werken, want anders heeft het geen zin om ermee te starten. Culture eats strategy for breakfast. Het klopt lekker een bus. Dus je moet er wel degelijk zeer, zeer, zeer erg rekening mee houden. Die wijziging van cultuur, dat wordt dikwijls onderschat. Het is echt heel moeilijk. En je moet er eigenlijk veel lastiger dan veel mensen verwachten. En dat neemt gewoon een paar jaar in beslag. Dat is niet dat je doet op een jaar. Mijn ervaring is tussen 3 en 5 jaar. Met een groot risico op churn. Zelfs als je het zachter aandoet, dan nog een groot risico op churn. En als het niet goed gebeurt, ja, dan de kans heel groot dat je transformatieprogramma gaat failen. Dus wanneer je zo'n plan uitschrijft, hou daar heel, heel erg rekening mee, want dat is een enorm bepalende factor. Nu, wat bestaat zo'n plan normaal? Je hebt altijd korte en lange termijn zaken. Dat kan cost savings zijn, dat kun je right sizing van je organisatie zijn, right staffing. We gingen er van boven, niet van onder. Dat kunnen ook desinvest van bepaalde zaken zijn, of je portfolio veranderen, afhankelijk van het probleem waar je mee geconfronteerd wordt. Je productmarge moet omhoog. Dat gaat operational excellence initiatieven of harvest economy of scale effects. Dus je kunt een hele hoop zaken doen. Dat zijn allemaal zaken die je normaal gezien op relatief korte termijn kunt doen. Die right staffing, dat kan wel langer vergen, maar dat is eigenlijk een continu proces, denk ik, dat een rol is van elke manager op elk ogenblik. Heb ik de juiste mensen in mijn bus zitten en moet er eventueel af. En dan de lange termijn zaken, dat zijn, dus daar moet er ook een deel van uitmaken. Want alleen maar cost savings, alleen maar cost cuttings, dat is niet echt inspiring. Hè? Daar worden de mensen niet warm van. Je moet ook heel duidelijk perspectief bieden op een lange termijn. Dus het is changing van mijn business model kan dat zijn. Van bijvoorbeeld een product-oriented naar een organisatie, naar een client-driven one. Wat we eigenlijk aan het doen zijn bij Greenyard. Focus op de core activities en eventueel zaken afstoten en een organisatie erop aanpassen. Operational excellence is van mijn part harvest economy scale is eigenlijk een continu gebeuren. Dat zou eigenlijk een leidraad moeten zijn in de normale operations doen. En dan define en implement corporate culture. Indien ik die wil veranderen, ja, dan moet je daar ook een apart. En dat is sowieso lange termijn dat je daar eigenlijk moet gaan inbouwen. Dat plan moet zeer, zeer, zeer gedetailleerd zijn. Het is, dat mag echt niet high level zijn. Zo van die, ik noem het platitudes of algemene managerprincipes. Daar komt er geen meter meer vooruit. Dat moet echt extreem concreet zijn. Elke actie moet een bepaalde concrete targets hebben. Dat moet een owner zijn. Wie gaat dat hier gaan trekken, dat verhaal? Dat moet een realistische time op staan. Maar hou het realistisch. Het heeft geen zin om al met deze kwartaalreporting al te moeten zeggen, we zijn daar en daar gedelayed. Dat werkt niet inspiring. En het moet ook behapbaar zijn en doenbaar zijn. Als er budgetten voor nodig zijn, dat is dikwijls het geval, moeten die ook gekend zijn. En typisch, ja, de hoe, wat, why, when en zo verder. Ja, die moeten er wel in voorkomen. Dat plan moet gecommuniceerd worden. Dat kan gecommuniceerd worden uiteraard naar de board, dat is evident. In een aantal gevallen sociale partners, dat trekken we ook maar aan meestal, omdat in een aantal gevallen zijn er ook ja, layoffs mee gemoeid of herstructureringen. Personeel en ook external shareholders. Veel bedrijven, ze hebben ze teruggekomen, hebben daar weinig ervaring mee. Hoe dat je dat aanpakt, dus... In veel gevallen, ik heb bijvoorbeeld bij Vincent hebben een veterinoom moeten toepassen, en ons laten bijstaan.
door een bureau dat gespecialiseerd was in dat, ook in de communicatie, zowel naar sociale partners als naar de buitenwereld, als naar de pers en iets meer. Dat is denk ik wel nuttig, was daar ook nuttig, hadden ze geen ervaring mee. En de follow-up van zo'n plan moet op CEO-level gebeuren. Dat is iets dat je niet kunt delegeren. Dit is je ganse bedrijf dat je aanpakt, dus dat ga je niet even delegeren aan een of andere externe projectleider of wat dan ook. Nee, daar moet je zelf mee opvolgen. Uiteraard gaat hij in een transformation office, dat is typisch een klein groep van mensen die eigenlijk dit hele project execute, opvolgt, waar hij dan heel nauw mee samenwerkt. Bij Greenyard heel concreet, wat is daar gebeurd? Daar hebben wij een aantal zaken verkocht. We hebben dus horticulture divisie verkocht, dat is eigenlijk de champignon divisie met potgrond hebben we verkocht. We hebben onze logistic operations in Portugal verkocht. We hebben in Duitsland en de United Kingdom warehouses verkocht en gesloten. We hebben in Hongarije, ik heb er nu niet opgezet, ook die fabriek waar die Listeria-toestand is gevonden geweest. Die is volledig gesaneerd en eens dat die gesaneerd was, hebben we de zaak verkocht. Omdat het heel eenvoudig is, als je daar een aantal maanden dicht bent, gaan je klanten lokaal andere leveranciers opzoeken en tegen dat je eigenlijk alles terug op orde hebt, zijn al je klanten weg. Dus we hebben heel die zaak daar verkocht. We hebben onze organisatie gerightsized. We hebben in België een aantal mensen laten afvloeien, in Duitsland en de United Kingdom. Dus dat is eigenlijk toch wel in totaal boven de 400 mensen die afgevloeid zijn in verschillende landen. En we hebben ook een effect gezien dat eigenlijk mensen zagen dat er wel aan het veranderen was, dat er ook wel wat spontaan verloop was. Dus er zijn eigenlijk meer mensen vertrokken dan in ons plan stonden. We hebben strategic partnerships with key customers gaan opzetten. En we zeggen in onze business, ja, we zijn een leverancier aan bedrijven, zoals Carrefour, zoals Lidl, zoals Aldi enzovoort. Die mensen kunnen goed onderhandelen. Die weten ook wat aankopen is. En ik kan ervan getuigen, want ik heb er ook wat ervaring mee, maar die mensen weten echt goed dat ze het moeten doen. Dus dat is heel kleine marges. En ja, dan word je, om het in onze spreekwoordelijke sector uit te zetten, als citroenen uitgeperst. Dat is dus, wij willen dus streven, en dat hebben we met een aantal bedrijven gerealiseerd, eerder naar strategische partnership te gaan, waar je dan misschien met vaak minder marges zit te werken, maar wel gekende marges, en waar het niet elke deal drie keer omgedraaid wordt enzovoort, en waar je op lange termijn kunt gaan werken. Right staffing, we've seen your management positions, starting there. Ik denk in totaal dat ongeveer een twintigtal mensen vertrokken is bij ons, op niveau van managing director of senior group director. Mensen die spontaan vertrokken zijn, de mensen die afscheid van hebben genomen. Maar zoals ik altijd straks al zei, als je die organisatie doorvoert, moet je niet van onder beginnen, je moet van boven beginnen. Cost savings as a result of economy of scale effects zijn in grote mate gerealiseerd. Ook door slimmer aan te kopen, daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben een pak operational excellence initiatieven, dat zijn er heel veel. En we hebben ook een strategisch ICT-plan opgesteld. En dat is gebeurd om in 2018, begin 2018, gedaan. Heel simpelweg, om een voorbeeld te noemen van een standaardisatie van technologie. Bij Greenyard hadden wij 18 verschillende mailomgevingen. Dus elk bedrijf dat overgenomen was, had zijn eigen mailomgeving. En die praten niet met elkaar. Als ik bijvoorbeeld een mail moest sturen naar iemand in de UK, moest ik aan een collega vragen, zeg, ken jij het adres van de Scott in de UK? Want ik kan dat hier niet opzoeken. He, dat is ondertussen van de baan. We zitten nu op één enkele mailomgeving. Wat eigenlijk de samenwerking die de groep enorm faciliteert. We kunnen ook een veel hoger niveau van protectie op die ene mailomgeving zetten dan op 18 verschillende omgevingen. Veel minder maintenance. Dus dat is nog een evidente dat we dat doen. Het is eigenlijk raar dat je het moet doen, maar het was wel gebeurd. We gebruiken ook Teams all over the place. Dat is iets dat we geïmplementeerd hebben op de ogenblik inderdaad dat we die mailomgevingen hebben gecentraliseerd. Dat gaat over 55 sites in totaal. Ook daar betere bescherming, ook daar veel minder keuken en vooral minder kosten. En we hebben net de business case gecheckt van een van onze bedrijven in Nederland, waar eigenlijk, en houd u vast, en Michel, je zou nu even niet moeten luisteren, want dat is eigenlijk niet goed voor u bestemd, maar de kost was iets kleiner, €2000 per maand, en we zitten nu op 226 per maand. Waarom? Omdat we inderdaad, alle verkeren binnen de groep blijft lokaal, geen kost. En als we bellen naar Costa Rica en Zuid-Afrika en Peru, waar wij heel veel contact nemen, omdat heel veel van onze farmers daar zitten, gaat die call volledig over het netwerk en hebben we een local breakout in Argentinië of Costa Rica of in Peru, met andere woorden aan lokale kosten. Dus dat internationale kosten zijn ook naar dus third parties, zijn fenomenaal verlaagd.
Dat was een van de zaken die we niet hadden. Andere, de single brand voor alle technologieën. Jongens, één type van werkstation, één type van printer, één type van telco en zo verder. Ook onze cyber resilience is drastically improved. Never say never. En ik denk dat we nog een weg af te leggen hebben, want we hebben al een serieuze weg afgelegd daar. En wat we ook gedaan hebben, zijn gestart met eigenlijk met virtuele teams te gaan werken, internationaal. We hebben zagen dat er goede mensen zaten, bijvoorbeeld in Italië en in Engeland, die rond telco zeer zich op de hoogte waren. Zeggen, laat ons die mannen op groepsniveau laten werken in plaats van lokaal in hun eigen land. Want we hebben eigenlijk zo'n specialist in die zitten in Nederland en ook niet in Duitsland. En dan moeten we daar heel duur mannen gaan inhuren om dat te gaan doen waar we eigenlijk de specialisten in de groep hebben. Dus die IT-community is beginnen werken als een groep. Die vinden dat fantastisch. Ze kunnen een keer buiten hun eigen tuin gaan wandelen. En tegelijkertijd hebben we een grote harmonie en samenwerking gecreëerd binnen het IT-gebeuren. De IT-kosten zijn met ongeveer een 12,8% gedaald als gevolg van die harmonisatiebeweging die we gedaan hebben. We hebben een heel strikt governance-proces ingevoerd voor CapEx, hiring en consultancy. En eigenlijk is dat bijna hetzelfde wat ik meegemaakt heb als ik bij de standaardgroep werkte. De standaardgroep is nu Mediahuis, maar die zijn in 76 failliet gegaan. Dan heeft André Leijzen dat bedrijf overgenomen. Van Habbekrats, zoals hij dat noemde. En die heeft dan gezegd, ik wil elke factuur die buiten gaat, wil ik tekenen. Er gaat niks buiten of ik moet het getekend hebben. En ik kan je garanderen, van een failliet bedrijf is dat heel snel een winstgevend bedrijf geworden, gewoon omdat eigenlijk de CEO elke factuur moest goedkeuren. Dat heeft André Leijzen niet lang moeten doen, omdat er een snelheid ondervond van, oeh, dat gaat hier niet goed, die vliegen gaan niet op. En men is heel snel beginnen zelf sturing te gaan doen, om eigenlijk de kosten onder controle te houden. Dat hebben we bij Greenyard ook gedaan. Dus formele documenten, approval flows, check on respecting van standaard. En dat is niet alleen in IT, dat is ook breder. Check on using van groepscontracten. En finaal, oké, we bereiden daarvoor, maar er is altijd nog het CEO-level, een check, oké, dat kan hier buiten gaan. Werkt heel snel en is de organisatie vrij snel doorgedrongen van, oké, hier is cost control, we moeten ons erin gaan dragen. En dan right staffing binnen het IT-departement. Veel meer know-how aangebracht, dus echt een hoop mensen ook aangetrokken en de wat minder goede mensen laten gaan. Die stimulatie van de samenwerking waar ik al over gehad heb. En dan replace staff, not fitting the new culture. We hebben helaas toch ook al een aantal mensen moeten laten gaan die te veel in een oude cultuur zaten, niet bereid waren om mee te werken. Ja, dan heb je weinig keuze. Dat is niet met plezier dat je dat doet, maar je hebt er echt geen keuze in en dan moet je van je hart soms een steen maken en toch ingrijpen. Binnen de grootste divisie, dat is de Fresh divisie, zijn we nu bezig om de ERP-systemen en transportmanagementsystemen en warehouse managementsystemen, quality enzovoort, om die te standaardiseren. Daar hadden we echt een variëteit aan verschillende systemen. Ik zou jullie uitnodigen van een brand van ERP op te sommen. Ik denk dat we hem wel hebben draaien. Het maakt niet uit wat dat genoemd. Dus dat is iets dat we eigenlijk komaf mee maken. En we gaan dat standaardiseren over 10 verschillende landen met 20 sites. En ook alle core processen van die Fresh divisie, die zijn we volop mee bezig. Dat is een programma dat een aantal jaren gaat duren. Een ERP-systeem vervangen in een operational warehouse, want dat is waar het over gaat. Dat doe je niet op 1, 2, 3, dan moet je heel omzichtig met te werk gaan. Dat stellen met de redactie van een krant. Je kunt je niet permitteren van te zeggen, oei, de krant ligt er niet. En bij ons al juist stelde, een klant moet bediend worden. Dus dat is een programma dat even gaat duren. Daarnaast zijn we ook met wat nieuwe zaken bezig. We zijn ook met digitization en robotization bezig. We hebben bijvoorbeeld in Bakker in Nederland hebben wij een manufacturing execution system geïmplementeerd om eigenlijk citrus productielijnen, dat zijn 10 machines aan elkaar, om die volautomatisch te laten sturen. Normaal zou daar 65 man werken, daar zal nu nog 15 man werken. Het is een nieuwe installatie, dus het is compleet nieuw fabriek dat we daar zetten, maar we hebben wel de 2 berekeningen gemaakt. En dat is uiteraard veel interessanter om dat te gaan doen met ME-systemen. Het herkennen met AI-technologie van verpakkingsmateriaal dat buiten gaat. Verpakkingsmateriaal is ongeveer 20% van onze omzet. Dus we hebben ongeveer een dikke 750 miljoen euro verpakkingsmateriaal dat binnen en buiten gaat. Als je dat niet goed beheert, als je weet dat wij een marge zitten te werken van 2%, dan zit je een enorm verlies laten. Dus verpakkingen opvolgen en herkennen wat gaat binnen, wat gaat buiten, is bijzonder belangrijk voor ons. En RPA, dat zijn we nu, dus de robotisering van de administratieve processen, zijn we volop mee bezig om dat eigenlijk processen efficiënter te laten verlopen en ook wat operational excellence. Meestal introduceren we zo'n nieuwe technologie in één bedrijf. Dat is ook
iemand die er echt, een manager die er echt voor gewonnen is, die er echt achter staat, een soort van een sponsor die daar wil in geloven. Als we het daar implementeren en het is succesvol, dan rollen we dat breder in de groep waar het relevant is. Dat is een beetje de approach die we aan het volgen zijn. Als je naar Griekenland kijkt, zoals ik zei, dat is bijeengekocht. Dat zijn dus echt vele bedrijven. Dat is niet een grote tanker. Dat zijn eigenlijk vele bootjes. En eigenlijk die bootjes, ja, die moeten allemaal één voor één van richting laten veranderen. Er gebeuren zaken in groep waar ze allemaal wat wijzigen. Maar eigenlijk met IT zitten we eigenlijk op die grote wijzigingen waar een boot echt van richting verandert. Het is voornamelijk een belangrijk IT-component mee gemoeid om dat gedaan te krijgen. Dus het is eigenlijk langzaamaan dat we heel die vloot kunnen draaien. Maar we hebben eigenlijk alle pakresultaten en ze zijn ook bekend en het gaat ook al wat beter met het bedrijf. We hebben nog gigantisch veel en nog veel boordjes die we een duw moeten geven. Maar we hebben behoorlijk veel vertrouwen in dat dat gaat lukken. En ICT is zeker een enabler om dat plan te kunnen realiseren en ook om de rest van de groep aan te tonen dat collaboratie tussen verschillende bedrijven in de groep, dat dat wel degelijk kan werken. Tot daar mijn presentatie. Ik ga nu het Q&A deel loslaten, dus ik zal stoppen met presenteren, als het goed is, Ingrid. En ik ben nu luisterend door en ga even zwijgen. Dankjewel, Luc. Ja, zoals Luc al zei, vragen die kunnen in de chat, of die kunnen nu beginnen en die kan u plaatsen in de chat. Onze regelmatige deelnemers, Luc, die weten het al, en, want ik was het vergeten te zeggen. Tijdens de presentatie zijn er al een paar vragen gekomen. De eerste is een beetje tricky, ik zal ze een beetje omvormen. Hoe vind je goede consultants of consultancybedrijven? In het begin heb je duidelijk aangehaald van haal iemand extern binnen, want die ziet dat met een holistisch view, ziet dat op een andere manier. Hoe vind je er, of de vraag was concreet, kan je er aanraden? Maar dat is misschien wat delicaat met al deze, ja. Met het publiek dat we hebben. Ja, ik heb gezien dat er wel wat consultingbedrijven in de audience zitten, dus ik moet er met op letten. Nee, maar eigenlijk heeft dat weinig te maken met bedrijf, het heeft te maken met manneken. De persoon die u voorgesteld wordt. En ik denk dat dat belangrijk is. En tweedens, je moet er ook voor garanderen dat de persoon die het u komt verkopen ook de persoon is die het, of op zijn minst weet, dat hij het gaat doen. Ik heb bedrijven meegemaakt, komt dan een tip, en ik weet inderdaad waarover dat hij babbelt, en dan de volgende keer komt hij met een hoop juniors af, die je ook aan waanzinnige prijzen zit te betalen, en die zit eigenlijk de opdracht te doen, en dan gaat die partner, of meestal is dat een partner, die gaat dan een beetje de samenvatting maken en komt de zaak verkopen. Dus die partner is misschien wel zijn geld waard, dat is het punt niet, maar wat je voor de mensen eronder betaalt, is het in mijn ogen relatief duur, wat je zit te doen. Dus het is een... Ik denk dat als je naar de Big Four of Big Five gaat, die kunnen het allemaal. Ik denk niet, ik ben met allemaal al samengewerkt. Zeker de mensen hiernaast die dat kunnen, dat weet ik heel zeker. Alleen, ja, dat zijn vrij dure aangelegenheden. In sommige gevallen, en dat heb ik ook al meegemaakt, was het nodig omdat je met dat rapport naar een bank moet, of naar een of andere financial institution, en die hebben meer vertrouwen als dan een gekende grote naam opstaat dan dat daar Mr. Nobody opstaat, iemand die ze niet in kennen. Dan moet je ook rekening mee houden als bedrijf. En soms is dat relevant van dan inderdaad een van de grote bedrijven te gaan zoeken. Maar wat van belang eigenlijk is, en ik kan nu van mezelf spreken, ik heb nog nooit een job gezocht sinds ik bij de persgroep geweest. Ik ben altijd al getelefoneerd geweest. Dus als je een goede job doet, we hebben allemaal een zeer uitgebreid netwerk, en dit is een mooie forum, denk ik, een voorbeeld daarvan. En ik heb er ook, als ik zaken moet aanpakken die ik niet ken of geen ervaring heb, dan contacteer ik mijn netwerk. En dat netwerk komt wel met goede consultants voor de pinnen. Ik heb dat nog nooit teleurgesteld. Dus ofwel ga je voor de big four of big five en ga je daar. En anders, denk ik, hoor je netwerk, vraag je netwerk en maak er gebruik van. Het is een heel, heel streng, heel, heel goed forum en een heel krachtig forum ook. En je krijgt advies van een collega, niet van een commerciële persoon. Dus ik zou dat, als je die zoekt, zou ik dat durven aanraden om te doen. Oké, bedankt. Dus Jan de Schepper heeft gelijk, hè. Share en connect. Kennis delen en met mensen die je kent uit je netwerk. In dat eerste stuk had je het ook over de resistance om... Of het feit dat je interne mensen moeilijk heel die verandering kunt laten doen, omdat ze altijd van alle excuses hebben. Een vraag die daar kwam van een paar mensen eigenlijk in die richting was van, overtuigen die dan, want die zijn zo,
die kennen zo te gronden heel die complexiteit. Hoe overtuig je die mensen die toch wel een zeker aanzien hebben en kennis hebben, dat het belangrijk is om iemand extern in te huren? Ja, het belangrijkste argument is daar het biased zijn. Hè. Dus het is altijd interessant om een keer de ogen binnen te halen die nieuw en fris naar de zaak kijken en met ervaring uit vele andere industrieën naar een proces kijken en zeggen waarom dit en waarom dat. Ik heb bijvoorbeeld, dat helpt, en twee wat ik ook heb ondervonden. Bijvoorbeeld in Duitsland hadden we bij 10 verschillende grote opslagplaatsen van waaruit we groenten en fruit verdelen over heel Duitsland. En als je naar het één magazijn ging en ging naar dat proces kijken en je ging dan naar het volgende magazijn en ging naar datzelfde proces kijken, dat was anders ingericht. En als je al die mensen samenzet, die kwamen er niet uit. Op een bepaald moment hebben we de discussie moeten staken, want iedereen had zijn eigen idee van wat het beste proces is. Dat helpt eigenlijk om zaken te relativeren. En ik denk dat daar een goede consultant in staat is om dat dan op een, zonder dat de mensen zich aangevallen voelen, zonder dat ze zich in defensief moeten gaan wringen, en zeggen van kijk, ja, we zitten nu naar hetzelfde proces te kijken. Ik noem maar bananenrijpen, hè, want een banaan komt groen vanuit Zuid-Amerika en wij moeten die rijpen. Wel, ik kan u garanderen, elke van die wat ze noemen rijpeningsmeesters, de mensen die het rijpenproces bemeesteren, hebben een andere approach. En toch zijn de bananen die ze leveren aan de Aldi en aan de Carrefour, als je die bananen bekijkt, die zijn even rijp, die zijn juist hetzelfde. Dus als je die mensen met elkaar in contact brengt, en dan moet je eigenlijk aan, in het begin beginnen die wat te vechten, hè, want die vinden allebei dat ze gelijk hebben en niets meer. En op een bepaald moment is dan, en dat is de kracht, om daar eigenlijk de spanning uit die meeting te halen en dat te beginnen relativeren. Dat die mensen zelf beginnen te zeggen, en dat is eigenlijk de kunst van denk ik, de consultant, om eigenlijk waar die 3-4 verschillende meningen, en die hebben allemaal gelijk, zeggen van jongens, we hebben het allemaal gelijk, het is allemaal een goed product, maar what's the difference? En dan ga je beginnen gaan tot een soort van, ja, het eigen, het relativeren, het zelfrelativeren te komen van de metierkennis. En dat is een klikmoment dat je moet proberen te veroorzaken. En dat kan je, dat zijn behoorlijk wat technieken, met groepsessies, hoe dat je dat kunt bereiken, dat de mensen effectief gaan beginnen zeggen van, ja, maar wacht eens, ja, dat werkt eigenlijk ook wel. En je hoeft maar één te zeggen en je begint dat effect te krijgen. Maar het is gevaarlijk van u als specialist voor te houden op een domein dat je niet bent. Ik ben dan niet gaan zeggen, ik ben de writing specialist. Ik ken er alles van. Dat heeft geen zin. Maar als je 3-4 te samenbrengt en die beginnen onderling met elkaar te discussiëren over hoe dat wat de beste methode is, dan kun je zeggen, sorry jongens, maar ik ben nu aan het observeren. Hier klopt iets toch niet. Hè? Dat is toch niet, waarom zouden we niet naar een gezamenlijke proces kunnen gaan? Dat we eigenlijk dan gezamenlijk ook definiëren wat is nu de beste approach. En dat proces faciliteren, de dialoog, dat kan je wel. Maar probeer vooral niet in de plaats te treden van die mensen, want dat lukt dus niet. Hè? Dan heb je het snel afgedaan als consultant en zet ook je geloofwaardigheid direct kwijt. Je bent dat niet. En dat moet je ook herkennen. Je kunt wel het proces faciliteren om tot een consensus te komen of tot een gedragen iets te komen. Oké. In alles wat je tot hiertoe verteld hebt, is het wel opvallend hoe belangrijk dat het menselijke aspect is voor jou. De connectie tussen mensen, de interactie, empathisch vermogen, etc. Maar iemand zegt van, en toch, ondanks dat, omschrijf je transformatie zuiver als IT, IT plus processen. En je vermeldt daar niet expliciet people bij. Ja, dat is dan misschien. Als ik babbel over cultuur, babbel over mensen. Hè. Cultuur zijn geen machines, dat zijn mensen. Dus het is wel degelijk zo dat je moet die ideeën verkocht krijgen intern. En verkoop, dat klinkt negatief verkopen, maar het is wel zo. Je moet een buy-in creëren voor die ideeën en dan moet je eerst aan werken vooraleer dat je begint met de execution. En dat is dus een menselijke dimensie. Het tweede is, heb ik wel de juiste mensen aan boord? De mensen die de cultuurdragers van het bedrijf zijn, dragen die wel de cultuur uit die we willen? Dan moet je ook aan werken, maar ook dat moet omzichtig doen, want je kunt dat doen al aan de persgroep, heel het management team eruit en we zetten er een interim management team in de plaats. Dat is wat we daar deden. Maar als je dat interim management team niet hebt zitten, ja, dan moet je dat niet proberen te doen. Dat zou niet vast zijn voor dat bedrijf. Dus dat is een cultuurverandering is een heel, heel geleidelijk proces. En dat gebeurt wel degelijk. Als ik zeg, the right people on board. Hè, ik heb het verteld, hebben we met de juiste mensen aan boord. Hebben we met de juiste
mentaliteit en zijn die wel, dat is een deel van je proces, maar dat ziet dat je eigenlijk langzaam aan doen. Je kan dat niet bruskeren, of je moet erop georganiseerd zijn. Ik denk, Oracle heeft ook die policy, die nemen 50, 60 bedrijven over per jaar. Wel, Oracle heeft echt een heel team dat die overname in zijn totaliteit begeleidt. Dat is een Amerikaans team, dat is fantastisch, maar die hebben er een team voor. En die meeste bedrijven hebben dat niet. Als je dat niet hebt, moet je dat eigenlijk geleidelijk aan doen. Dus het menselijke zit er wel degelijk in verweven, maar dat is een proces. Ten eerste, je bent met mensen, omdat ze wat anders dan een mailserver vervangen. Dus je moet er echt goed over nadenken. Maak ik hier wel de juiste beslissing? Je gaat daar niet te lichtzinnig over. En als je toch moet afscheid nemen, dan is het effectief zo. Maar dat is toch iets dat je je tijd voor neemt om dat te doen. En niet alleen omwille van het menselijk karakter, maar ook omwille van... Je kunt dat dikwijls in één keer niet doen. Ik kan zo nu al een aantal mensen opzommen. En ik heb dat ook gedaan als ik bij de beginjaar gestart ben. Want ik vind het raar dat die mensen daar zitten. En geen van die mensen die daar toen zat, dat was een lijstje, zit daar nu nog. Dus je hebt daar wel direct een oog voor, maar je kunt daar niet direct op schakelen. Dus je moet daar toch omzichtig mee zijn. En zoals ik al zei, dat doe je in between. Dat doe je geleidelijk aan. Alright, dankjewel. Andere vraag is, hoe bekom je rapportering met al die verschillende systemen? It's one of the biggest problems. Dat is effectief niet evident. Zeker omdat de masterdata niet identiek is. De systemen zijn opgezet geweest, ooit in Duitsland en in Frankrijk en in Engeland, door de bedrijven met andere ERP-systemen. Die alle ERP's hebben trouwens dezelfde mogelijkheden. En iedereen heeft daar keuzes gemaakt. En je kunt SAP op 101 manieren inrichten. Dus we hebben denk ik 3 SAP's in de groep gebruikt en zijn alle 3 anders ingericht. Dus ja, dat is een gegeven, dat kun je niet uit. Dus wat ga je daar moeten doen? Ja, dat ga je heel, heel duidelijk moeten aangeven. Oké, wat is een common denominator? Wat kan ik eigenlijk als gemeenschappelijk iets vinden? En een masterdata gaan definiëren op groepsniveau. Ik wil eigenlijk die informatie op die manier ontvangen. Dan moet je inderdaad gaan definiëren en dat is per land te bekijken. Hoe is het hier opgezet? Oké, die en die en die zaken willen we zo krijgen. En dat is echt niet evident, omdat ze local gaps moeten rapporteren, lokaal. Daar moet ook rekening mee houden. Wij werken op groepsniveau in IFRS, dus er is nog een keer accounting en andere charter of accounts tussen. Dus dat is een heel, heel complexe oefening. En waar je moet een beetje voelen van, hoe ver kan ik daarin gaan? What makes sense? En wat heb ik echt nodig om uiteraard geconsolideerd te kunnen rapporteren? En hoe diep wil ik gaan? Wij hebben geopteerd om ervoor te zorgen dat onze geconsolideerde rapportering toch wel vrij volledig is, maar als je in detail op bepaalde zaken wil inzoomen, en wij aparte reporting-omgevingen opgezet. Dus wij zijn eigenlijk gezegd, oké, over transport. We hebben een behoorlijk stevige transportbudget op jaarbasis, zowel sea freight als air freight als landtransport. Wel dat wij aparte BI-cubes voor opgezet, waarbij we informatie uit elk van die systemen halen en een transformatieslag maken op de domeinen waar we op willen gaan samenwerken. Op transport willen we samenwerken, daar hebben we die moeite voor gedaan. Als we op het kopen van groenten en fruit willen we gaan samenwerken, daar hebben we ook een cube voor gemaakt. Dus zeggen, hoeveel bananen kopen wij nu in godsnaam? En niet alleen hoeveel kopen we in Nederland, in Duitsland, in België, in Frankrijk en zo verder allemaal. Als je die volumes beïntelt, dat zijn enorme volumes, ja, dan staat je in een iets sterker positie als je met de farmers moet gaan negociëren in vergelijking met dat. Maar dat betekent, daar waar we denken er zijn benefits te halen, hebben we eigenlijk zo'n BI-cubes opgezet, die de informatie in real-time uit de systemen gaan halen. Een zware transformatieslag, want die omzetting van local masterdata naar eigenlijk common of group masterdata is de meest complexe. Maar dat hebben we dus alleen gedaan, voor consolidatie-reporting, omdat het is een wettelijke verplichting, en dan op de domeinen waar we denken, hier zijn synergieën te halen. Daar hebben we dat gedaan, niet voor al de rest. Want als je dat voor al de rest zou gaan doen, dat is een huge job. Oké, dan heb je wat meer informatie, maar wat ga je ermee doen? Dus we hebben het eigenlijk alleen gedaan daar waar het zinvol was voor ons. Oké. Naar welke technologieën kijken jullie vooral binnen Greenyard? Naar de toekomst dan vooral? Wij hebben nog onze graad van, ik noem dat robotisering, in onze fabrieken is nog, we hebben die wel degelijk, hè? Maar dat is nog zeker, zeker heel veel mogelijkheden om dat uit te breiden, absoluut. Wij maken nog, we zien eigenlijk hoe langer meer een tendens naar sustainability. Dus wij gaan eigenlijk moeten in technologieën gaan investeren
die onze dus certified sustainability, dus niet iets dat wij zeggen, maar dat effectief gecertificeerd is. Hè. Dat we zeggen, oké, dit is de CO2-uitstoot van die kiwi dat in dat mandje ligt dat je kunt gaan kopen in de winkel. En we voelen heel duidelijk, dat is een tendens, dat als je met elektromachines zit, je hebt een A, B, C, D, E-klasse waarvan elektriciteitsverbruik. We zien duidelijk dat daar bij verschillende van onze klanten vraag naar is om meer sustainability information mee te geven bij de producten die ze verkopen en dat op een gecertificeerde manier. Iedereen kan zeggen dat een A is en een E. En daar zullen bijvoorbeeld technieken als blockchain aan te pas komen. Waar je inderdaad in een externe ledger, niet dat we zelf managen, zaken gaan registreren over de producten die wij kopen, vanaf de farmer tot en met als het in de winkel, in de supermarkt te koop is. Dat is een technologie die we zeker in de kijken. En verder hebben wij een beetje de oplossing gekozen om alles dat we implementeren moet, als het, tenzij het echt niet anders kan, moet SaaS-based zijn. SaaS wil effectief software as a service en we gebruiken dat ook als een drukkingsmiddel om te standaardiseren. Een SaaS-oplossing kan je niet van ene klant tot een andere klant of van ene bedrijf tot een ander bedrijf beginnen gaan aanpassen. Dus wij gebruiken SaaS als een natuurlijke hefboom om de organisatie richting van een standaardisatie te duwen. Dus ik kan eigenlijk, ja, dat is in dit geval zelfs multitenant, dus met andere woorden, het is zelfs geen private SaaS, het is eigenlijk een gedeelde SaaS, zijn wij verplicht om te standaardiseren. En dat is eigenlijk als iedereen zegt, ah, we gaan naar de cloud, we gaan SaaS, dat vinden allemaal fantastisch, dat kun je als CIO absoluut niks meer verkeerd mee zeggen. Als je dan de consequenties in begint, dat betekent dat wel ook. En daar hebben we ook belang bij. Want als je zaken standaardiseert, kun je naar Europese excellence gaan werken, kun je gemakkelijker informatie gaan uitwisselen en dies meer. Dus wij gebruiken dat als een... Het is niet alleen strategie voor dat te gaan doen, maar bovendien is onze technologiekeuze, werkt die strategie sterk in de hand. Mm-hmm. Mooi. Ik kijk eventjes op de klok, dus ik om af te ronden de laatste vraag. Ik heb ze speciaal daarvoor gehouden. Wat is je realistische of onrealistische, wat mij betreft, droom om nog te realiseren bij Greenyard? Ik ben er al veel gerealiseerd, maar er valt nog veel te realiseren. Dus ik denk als wij er zijn twee zaken eigenlijk. Ik zou graag in de diversivisie, omdat daar eigenlijk de diversiteit in het IT-landschap is enorm. Dan zou ik graag hebben dat we daar naar één platform, we zijn daar volop mee bezig, dat we naar één platform kunnen evolueren. En twee, ik zou heel graag hebben dat eigenlijk het nogal traditioneel denken over IT en wat robotisering en automatisering in de voedingssector in het algemeen, hè, want als ik naar de voedingssector kijk, in de zeer brede zin, wij zijn geen uitzondering. Hè. We hebben ooit de kans gehad om Dole over te nemen. Dole was een kopie van Greenyard, hè, alleen noemde dat Dole. Maar technologisch was het echt vergelijkbaar. En ik ken nog wel wat bedrijven. Dus ik hoop dat wij als Greenyard erin slagen om eigenlijk de mogelijkheden die automatisering met zich meebrengt, verder door te zetten in ook in onze productie en in onze warehouses, ook administratief. En dat men daar IT meer gaat bekijken als iets dat het licht doet branden en zorgt dat oké is. Maar effectief begint dat een enabler te zien. En dat is een mentality shift die aan het komen is, langzaamaan. En je kunt dat niet bespoedigen, want dat vergt een behoorlijk wat mensen die je mee moet overtuigen. Maar dat hoop ik wel, als ik daar stop, van dat eigenlijk toch bereikt hebben, dat we dan een serieuze stap in die richting gezet hebben. Dat is mijn wens. Dus een serieuze stap in de ideale wereld. Ja, ideaal. Gewoon het is ideaal, hè, Ingrid. Dat weet jij ook. Maar alleszins, dat is nu toch in het denken erin serieus is opgeschoven. Dat zou wel fantastisch zijn. Oké. Goed, Luc. Heel hartelijk bedankt voor deze inspirerende sessie. Ik denk dat iedereen die geluisterd heeft, een aantal dingen heeft meegenomen voor zichzelf, die hij of zij kan gebruiken in zijn dagelijkse realiteit. Ik zie in de chat alle commentaren en alle top bedankt, top presentatie, zeer interessant allemaal binnenkomen. Dat maakt mij ook zeer gelukkig, dus dat wil ik aan jou ook doorgeven. Ja. Ik ga